Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we de ladder armband maken. Je hebt er 20 zwarte elastiekjes voor nodig. En in totaal 48 gekleurde elastiekjes. En hopelijk vinden jullie het een leuke video. Veel kijkplezier. Ja, als eerst doe ik een rood elastiekje van deze pin naar deze pin. Dan druk ik het aan. Dan pak ik nog een rood elastiekje en dan ga ik van deze pin naar deze pin. Oké, nu pak je je volgende kleur of als je het wil dezelfde kleur. En dan pak je daar ook twee van. De eerste gaat van daar eentje vooruit. En de andere gaat aan de rechterkant eentje vooruit. Nu pak je weer een andere kleur. Die eerste gaat van daar naar daar. En de tweede van daar naar daar. Nu pak je elke keer een andere kleur en ga je helemaal naar boven. Maar als je het wil, kan je natuurlijk ook met dezelfde kleur doen. Alleen ik vind het leuk om het regenboog-effect te krijgen. Zo. Goed aandrukken. Zo. En van daar naar daar. Ga je dus helemaal naar boven. En ja. En hier ook weer. Dan heb ik weer roze nodig. Van daar naar daar en van daar. En dan gaan we nu de laatste twee kleurtjes doen. Ik doe groen weer. Van hier. Ik doe wat scherper maken. Van hier naar daar. En van daar naar daar. Je ziet dat we op elke buitenrand die ze hebben gedaan, behalve deze twee pinnetjes. Dat is goed. Oké. En wat we nu gaan doen is, we gaan de, ja, een soort van ladder effect maken. Oké, laten we beginnen. We gaan deze niet doen, deze ook niet, maar we gaan hier eentje doen. En dan doe je elke keer de kleur waarmee het begint, dus dat is bij mij roze. Trek je hem van daar naar daar toe. Gaan we eentje verder en dan is dat groen. Gaan we groen doen. Gaan we weer eentje verder, dan is dat blauw. En dit doe je dus de hele tijd tot je helemaal weer aan het einde bent. Dus oranje nu. Rood, blauw en roze. En hier doen we er geen één. Oh, hij wil heel veel niet scherp stellen, zie ik. Ja, hier doen we er geen één. En nu drukken we alles goed aan. Zo. Oké, en nu gaan we het middenlijntje maken. Ik doe zwart. Dan gaan we gewoon vanuit hier helemaal, ja, helemaal recht naar achter. Dus helemaal naar voren de hele tijd. Zo. Dat zijn er twee op elkaar. Het moet dus gewoon singlebandjes zijn. En de laatste zwarte, die doen we er ook op. Van daar naar daar. Oké, wat we nu doen is, we gaan alvast de zwarte haken. Alleen moeten we nog heel eventjes een cabband daar plaatsen. Van twee keer eromheen. Dus 1,
doen we zo 1 en 2. Die kippen plaatsen we dan hier. Dan gaan we alleen de zwarte haken. Hoe we deze gaan haken is heel makkelijk. We gaan in de kippen en pakken de zwarte. En gaan gewoon helemaal vooruit. We pakken dus alleen de zwarte en haken ook alleen maar de zwarte nu. En ik zie dat mijn kwaliteit heel slecht is. Ja, hij is al beter. Zo. En hier. Zo. En dan zo. En de laatste ook. En nu gaan we nog niet deze dingen doen. Dus nog niet de andere dingen haken. Maar we gaan, zeg maar, hier hebben we een rode zo gedaan. Dan gaan we daar een roze bedoel ik. En dan gaan we daar nog een keer overheen. Dat doen we met elke kleur. Dus hier doen we een roze weer boven. Hier weer een blauwe. Oh. Hier weer een blauwe. Hier weer een rode. Dus dat doen we er gewoon. Oh. Oranje. Paars. Groen. Geel. Blauw. Groen. En roze. En ja. Nu kunnen we dus wel gaan beginnen met echt haken. En het is heel simpel, we gaan in de kabband en we pakken de bovenste groene en die haken we naar de plek toe waar die vandaan komt. En ik doe eerst de linkerkant en daarna ga ik de rechterkant doen. Ik ga nu gewoon elke keer erin, in alle bandjes, dus wacht even. Ik ga in deze twee roze en ik pak de blauwe en mijn beeld slaat de hele tijd onscherp toe. Oké, nu is het wat beter. De rode en doen die daar overheen. Zo gaan we helemaal door naar achter. Ho. Oké, nu gaan we weer helemaal naar beneden. En nu gaan we de rechterkant doen. En die gaat precies hetzelfde. Deze laat ik van de bovenkant zien. Oh, oeps. Zo, en dan de laatste. Zo, nu doen we onze haaknaald hierin. Steken hem eruit. Pakken een zwart elastiekje, of tenminste de kleur. Dus wat hier bij mij zwart is, die kleur. Die doe je dan hier aan. En die trek je erin. En doe je die op je haaknaald. Nu gaan we hem afhalen. Met je handen doen of met een haaknaald. Oké. Doe dit. Maar dit past natuurlijk niet om je hand. Dus we gaan een verlenging maken. En dat doen we door
deze hoef aan de kant te zetten. En je loom met de C'tjes weer van je af. En dan gewoon met de kleur die bij mij dus zwart was. Helemaal naar voren te gaan. Op één rij maar. Oh. Oeps. Nou, dit is wel lang genoeg. Als hij lang genoeg is, of jouw lengte, doe je hem daarop. En dan ga je het gewoon normaal weer haken. Gewoon elke keer in alles. En alles naar de plek brengen waar het bandje vandaan kwam. En de laatste. Om het makkelijk te maken breng je deze heel van een ratpinnetje aan. Dan heb je dit. Dan pak je een S of een C-clip. Ik gebruik dit keer een S'je. Die doe je ertussen zo. En dan trek je hem ervan af. Zo. En nu zoek je het. De zwarte capband, die zit hier. Die pak je tussen je vingers. En je doet het S'je eraan. En dan is je ladderarmband helemaal klaar. Hopelijk vonden jullie het een leuke video en bedankt voor het kijken. Doei!